Het is de ideale schoonzoon. Die vuur op je beeldscherm brengt. Ideale schoonzoon. Dat tering er ja! Schijt. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Ja, weet ik veel. Ik kan het toch niet gewoon zeggen? Ik ga het ook niet samenzetten. 3, 2, 1. Het is zo raar. Want we kunnen nog met elkaar lachen, maar het is inderdaad uit. Ja. En dat is echt super. Je zit hier fucking dichtbij, ouwe. Ze kunnen ons niet volgen met de auto. Ik denk dat ze gewoon eerst best de trein pakken. Nee, we moeten naar het Centraal Station. Zie je nou, we moeten ze niet onderschatten. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Kom op, stop hier! Stop. Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Is het jachtseizoen. Ja, nee, ik snap het. Nee, ik vind het fijn dat hier iemand positief is. Ja, want het klinkt nog steeds heel ver weg. Ja. Oh, shit! Oké, okay, go. Zo, meneer Tang. U denkt dat hij van ons kan winnen? Luister. Wij openen zo meteen de deuren van je cel en dan mag je beginnen aan je ontsnappingspoging. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong, maar daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van onze GPS-tracker mee en om de 10 minuten krijgen we jouw locatie door. Lukt het jou om 4 uur uit handen te blijven van ons, dan staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Maar lukt dat je niet en we pakken je binnen die tijd, dan ga je meteen terug de cel in. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk. Stefan, wil jij meneer Tan even terugbrengen naar zijn cel? En zodra ik op deze knop druk, begint de jacht. Vandaag worden de boys van Stuk TV uitgedaagd door niemand minder dan presentator Umberto Tan. En misschien heb je ergens wel deze week gezien van dat het mega gezellig werd. En dat Tony Boy daar per ongeluk een paar dingen over had gezegd in de media. En daarom laten we nu de beelden van dat moment zien. Hoi! Er is brand. Ik ben Tim. Wie ben jij er weer? Ik ben Tim. Oh, hi. Van de televisie, naar internet eigenlijk. Brand! Oh! Rustig! Hé, rustig! Hé, rustig! Hé, rustig! Hé, rustig!